Goedemorgen. Dag jongen. Lekker in het gras. Lekker cool. Nou, we zijn op de Zaanse Schans bij Molen de Poelenburg. Het is nog erg vroeg. Dit is dat spul wat, hoe moet ik het zeggen? Waar de koning op komt. Ja. Hier zat de koning in. Ja. Dit waren vulstukken in die gelange balk. Vulstukken. Ja, ja. En dan kon je hem dus mee uitlijnen. Ja. Maar wat Bart nu wil doen is gewoon één vulstuk maken. Ja. Eén lager punt. Ja. In een visbekmodel, zo. Ja. En dat erin maken. Oké. In plaats van dit zootje wat helemaal alle kanten heen en weer kan schuiven. Ja, en dat heb je dus gezien hoe dat ging en dan denk je, hé, dat is inderdaad een verbetering. Ik denk dat het een verbetering is. Oké. Dus niet zoals de gedeelde roede. Nee. Het was ook een verbetering. Maar zal ik dit buiten neerleggen? Ja, prima. Want dan kennen we het even. Help ik je even mee. Ik heb het gezeten. Nee. Nou, wat zat er nou in, op die... Dat zat in die sleutelballen verwerkt. Zo. Ja, die kruisballetje. Zo. En dan zit dat aan de zijkant erin. Dat is vulling. Oh, dus heb je zo gelegen? Zo. Zo heb je gelegen. Dit heb op de... Maar het is allemaal hardhout. Onwijs hard. Ja, dit is ASOB. Dit is een plakken ASOB. Ja, en af en toe werd het opgevuld, hè? Dat er wat ruimte in kwam. Ja, dit is dus om de... Dat. Dus om de molen te centreren. Ja, ja. Stellen. Precies, daar kon je mee stellen. Maar als je het goed maakt in één keer, dan heb je dit helemaal niet nodig, dat stelmechaniek. Dus als het in... Wat zie je, want als dit één keer zit, dan sla je het aan en dan is het klaar. Ja. Als je die plaat natuurlijk op de goede plek er in één keer in maakt, dan is het ook klaar. Ja. Waarvoor zaten die gluifjes erin? Die uitsparing, weet je. Van hout gemaakt, hè, dit. Hij is van Ypen, maar hout, ja. Die kar is aan van Ypen. Ja. En Ypen, dat is prima hout, want vroeger werden er ook meubels van gemaakt. Sterk hout is het wel. Maar het is heel erg gevoelig voor weersinvloeden. Ja, ja. Dus als het nat wordt en droog en nat en droog, dan gaat het heel gauw schimmelen. En rotten. En dan breekt het. Ja, want... En het is heel erg wurmgevoelig. Ja, 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 ja. Want het is natuurlijk lekker zacht, dus die wurmen die smullen ervan. Ja. Ja. Maar dat zie je hier op sommige stukken, zit er veel wurm in. En dit moet dan konisch gemaakt worden? En dit is de kruivloer. Ja. Dit is de ringmuur. Kruivloer. Ja. En die moet natuurlijk iets naar binnen toe aflopen. Ja. Of naar buiten toe aflopen. Ja. Iets deze kant op aflopen. Want die rollen, die is aan de binnenkant iets dunner in diameter als aan de buitenkant. Waardoor je natuurlijk die ronding kan maken. Ja. Want als hij recht zou zijn, dan gaat hij alleen maar rechtdoor. Ja. Het moet zo zijn, als je hem een zet geeft, dan zou hij bij wijze van spreken zo dat rondje moeten kunnen lopen. Ja. Door die kleine schuinte die erin zit. Precies. En die schuinte moet je ook terugvinden in de oevering. Hier. Ja. Iets afgenomen. Iets afgenomen. En hier de oevering. En de kruivloer. Iets afgenomen. Ja. Zodat het als het ware zo'n kogellager. Weet je wel, die heb je ook van die lagers. Ja. Die ook precies zo lopen. Hier is rot en gebroken. Ja. Dus dat wordt dan hersteld. Ja. En dan is het de vraag of we dat herstellen in Ypen hout of dat we daar nou eiken van nemen. Want eiken is natuurlijk veel duurzamer. Ja. Oh, en hier zie ik waar die blokken gelegen hebben. En kijk, daar in het midden hebben die blokken gezeten. Ja. Die hebben daar gezeten. Wat we net gezien hebben. Je bent daarin gezeten. Ja, een soort met toognagels, hè? Want ik zie nou waar die ingesloten is. Want die uitsparingen, daar zie ik. Zie je allemaal? Dus je hebt die staande pilaar, die is van beton hier zo, vroeger natuurlijk metselwerk. Ja. Daarbovenop
liggen die kruisbalken. Ja. Die kruisbalken die zitten ingelaten in de ringmuur. Ja, en die kruisbalken die zorgen ervoor dat die punt die op die gemetselde pilaar staat, die houten koning, zeg maar, dat is dan de houten koning, dat die koning op zijn plek blijft zitten. Die worden dus afgestempeld door die kruisbalken. Ja. En dat ding grijpt door middel van een punt aan de bovenkant, die houten koning, in de sleutelbalk. Ja. En het hele spul draagt dus als het ware op die houten koning. Kopshout is dat natuurlijk, dus dat draagt het op. En de kotbalken, dat zijn deze. Dat zijn de kotbalken. Want hier komt de kot. En daar op die kotbalken staan dan weer de vierkantstijlen. Ja, dat zijn hier. Zie je, die staan daar weer op. Ja. Met roosbouten. Met roosbouten, dat is allemaal aan elkaar vast bevestigd. Ja. Ja, want je krijgt de kotvloer, dat is het kot dan, waar het zaagsel... Daar valt het zaagsel, dus dat wordt één vloer zo naar buiten toe. Ja, precies. Zodat dit ook allemaal is afgedekt, dat dit dus... Ja, want er zitten die leuke die sluiten de boel af, dat de zaagsel niet wegwaait. Ja. Ja. Dat zijn de zaagsellijnen. En dan komen hier... die uithouwers, waar dus de vloer op rust. Dit... dat ding heet de beerstutten. De beerstutten. En die steunen dus de zaagvloer en die wordt dus afgesteund tegen de kotbalk. Wat je ook wel zag bij Paul Trokken, dit is natuurlijk een hele overspanning zo, ja. Dat er nog een extra balk lag. Ja, een buitenkotbalk, hè? Een buitenkotbalk, hier. Dat heb ik gezien, ja. Zodat je dus rechter kon afstempelen. Ja, ja. En die hebt deze niet? Die hebt deze niet. Oh, okay. Deze hebt dus die twee hoofdbeerstutten in het midden en twee beerstutten hier en op de andere buitenkant. Ja. En die steunde dan af op de Euvering. Op de Euvering. Oké. Okay. Maar het is natuurlijk een beetje een verkeerde constructie. Ja. Want die Euvering wordt op die manier naar binnen gedrukt. Ja, want als je hier een steun maakt en een buitenkotbalk erop zet, dan kun je beter dragen. Je kan hem beter afsteunen, of op een buitenkotbalk, of op die kotbalk. Precies. Want dan heb je natuurlijk even meer... Dan moet er balk bouwen dan. Precies. Meer body. Ja. Maar die zorgen er natuurlijk voor dat... er altijd dezelfde afstand is van kar tot het middelpunt. Precies. Want het middelpunt is een kraag. Die stokken zitten ertussen. Dit hangers, dit hangt eigenlijk op. Dit zijn alleen maar afstandhouders. Ja. Van de afstand van de ring. Dus hij houdt ze vast. Dus die houdt in principe is het de passer. Ja. Je houdt de boel bij elkaar. Mooi in het rond. Hè? Als één grote paraplu. Vecht zit op de as. Maar hier, waarvoor zijn die gleufjes daar al? Dat zijn waterrolletjes. Oké, dus als het water, dus als het water van boven naar beneden komt, dan loopt het niet helemaal naar binnen toe, maar dan druppelt het hier weg. Precies, dat hebben ze goed bedacht. Dit is een waterhol. Je zag ook wel dat ze er waterlatjes omheen zetten. Dus gewoon gewoon latjes erop getrimmerd. Dat is water. Dat is water, ja. En je ziet ook, die waterhollen zitten buiten dit. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen, je maakt dat waterhol daar, maar dan valt het allemaal binnen precies. De molen. Dus het moet buiten de molen buiten de muur blijven, zeg maar, het water. Ja. Ja. Ze zijn het aan het restaureren, Martin, die overing. Maar ze gebruiken dus drie nieuwe stukken, krijgen ze. En die drie oude stukken, daar pakken ze de goede stukken van af. En die gebruiken ze donormateriaal om die andere te restaureren. Ja. Ja. Dus je krijgt toch... Dat een hoop oud materiaal blijft bewaard. En het meeste. En wordt weer gebruikt. En dat vind ik wel zo mooi. Ja. Want dan krijg je straks... En dan krijg je nog een eikenhouten rand erlangs. Ja, heb je dat dan een specifieke naam? Of? Die deel, die afdekdeel zou eromheen. Ja. En die houdt natuurlijk ook die hele Euvering nog bij elkaar. Ja, ja. Want die zit er flink omheen gestemd en gespannen. Dus die geeft er weer stevigheid aan. Ja, constructies ook aan elkaar. Maar ja, er komt ook wat op te staan. Want wat weegt die Martin deze molen? Geen idee, maar ik denk dat het toch bij elkaar wel zeker 30 ton is. Ja, ja. En hij is, in gewicht. Hij is in de winter van 1963 is hij hier gezet. In die hele strenge winter is hij overgeplaatst en is hierheen gebracht. Ja, want dus hij is eerst gebouwd op de Kalg. Ja, als de locomotief. In 1869, ja. Dat toen de spoorlijn werd aangelegd. Toen moest de paltrop die er stond werd gesloopt. Toen kwam dit ervoor in de plaats. Dus eigenlijk een hele nieuwe molen toen gebouwd. Ja. En toen is hij in 1903 uit elkaar gehaald. Toen is hij naar de plek van de Poelenburg gegaan. De Poelenburg was verbrand, dus toen is hij naar het Weerpad gegaan. Dus dat is de eerste keer dat hij uit elkaar ging. En toen in begin jaren 60 is hij daar weer gesloopt. Even opgeslagen gelegen. En toen is hij in 63 in de winter, is hij die strenge winter die er toen was. Ja, ja. En daarop volgend is hij hier herbouwd. Ja, want Gerrit Smit, de molenbouwer, molenmaker, die is hier ook begonnen. Maar toen stond het vierkant er al. Oh, dat stond er al. En, want ze hebben er plakken op gezet hier op de overing, hè?
Met... Dat is later gebeurd. Oh, dat hebben ze pas later gedaan. Want hij is hier eerst neergezet. Er was natuurlijk toen in die tijd niet veel geld. Het was gewoon zo van zet maar neer en dan staat hij er in ieder geval. Ja. We hadden hout gekregen onder andere van een paar houthandels. Dus daar waren die zijkanten mee betimmerd. Maar dat was heel licht en dun hout. Die sleutel, die staartbalk was slecht. Die er toen ingekomen was. Ja. Dus, allemaal. Dus in de loop der jaren na 63 is er heel veel aan vertimmerd en gedaan. Om hem beter te krijgen. En zo ook die euvering die er nou uit is. Die is een keer door de molenmakers weer opgedikt en verstevigd. Met toofnagels. Dat lag uit elkaar. Dus er is een eiken plaat opgezet met allemaal nagels erin. Ja, ja, ja. Nou, dat heb ik toch ook weer 25 jaar uitgehouden. Precies. Dat het leven weer heb verlengd. Ja. En het had een meterverschil met rustlagen. Maar op een gegeven moment kon je op een punt. Dan moet je gewoon vernieuwen. Want dan is het over. Dat zo precies. Zo is het geweest. Ja, want Gerrit die zegt nog van, we zijn nog een tijdje in de Forstflat geweest, want het was behoorlijk koud die winter. Het was een vreselijke winter, want ze reden met de auto's over de Zaan. Ja, dat kan je nagaan. Toen, ik heb het niet bewust meegemaakt hier, want ik woonde toen op de Texelstraat, dus wel het Maar was je toen wel betrokken al bij de Zaanse molen? Nee, nee. Dat nog maar niet. Wel het Westerveld, dus fietsten we over de Mallegatsloot zo naar Westzaan toe. Oh, oké. Okay. Nee, zo. Wordt het wat, Martin? Het wordt zeker wat. Het is wel een enorme klus, hè? Ja. En dat is de sleutelbalk, hè, dit? Dit is de sleutelbalk. En die wordt vervangen? Deze wordt vervangen. Staartbalk. Normaal is bij een paaltrok de sleutelbalk. Normaal, dat was vaak zo, dan liep hij in één gedeelte door. En hier is het staartbalkgedeelte, ligt ernaast. En dat is tegen aangebouwd. Want dit is dan om hem op de wind te zetten. Ja, want de kruirad zit er aan vast. De kruirad zit erop. Wat we nou gaan doen, wat Bart gaat doen, deze vervalt, deze wordt een stuk ingekort, wordt een las gemaakt en dan wordt het nieuwe gedeelte aan de sleutelbalk, rechtstreeks aan de sleutelbalk bevestigd. En dat komt dan zo uit te steken. Dit is van een of andere hardhoutsoort, groenhart geloof ik, maar er zit zwam in, er komen ook die rode zwammetjes uit. Aan de andere kant kun je het zien, is hij helemaal ingerot. Dit is ook verwurmd. Dit is... Ja, ik zie het, ja. Zie je? Dus dan wordt er een eikenstuk wordt hier aangelast. Met een liplas, met banden en bouten, er goed aan bevestigd. En dan is dat weer voor elkaar. Dan was hier prachtig. Ja, want hier staat de koning op. Dat is daar zo, in het midden is de koning. Dus het is een betonnen voeting. Daarbovenop een houten klos, kopshout. En die koning die zorgt ervoor, daar draagt de hele molen op. Via de sleutelbalk draagt daar de hele molen op. En die sleutelbalk zorgt er ook voor dat die gecentreerd blijft zitten. Want die koning die steekt een gedeelte in de sleutelbalk. Ja. En dat is dus, die zorgt het voor het centerpunt, dus dat hij daaromheen draait. Die sleutelbalk? Ja. Die sleutelbalk die loopt helemaal tot aan de borst? Die loopt van voren, van de borst van de molen. Waar het de borstnaald weer opsteunt. Borstnaald heb je ook bij een wipmolen, de borstnaald. Ja. Voor met een getrapte weeg zo, dus visgraat. En die sleutelbalk loopt dus helemaal van voor tot achter. Ja, je ziet die borstnaald zitten daar ook. Ja, de borstnaald zie je zitten. Die loopt helemaal tot boven onder de windpeul. En deze, dit zijn de kruisbalken. Dit zijn de kruisbalken. De zwaardstukken. Die zijn ingelaten in de ringmuur en die zorgen er natuurlijk voor dat de houten koning die op die betonnen, op die stenen pilaar staat, dat die mooi gecentreerd blijft zitten. Dus dat houdt de hele boel bij elkaar. Ja. Nou, hier zijn er vier van, hè? Van die ja. Klossen, want hij is genummerd. Deze nummer 3 staat erop, hè? Dat ik het zo goed zie. Ja. Hier ook, ja. Die andere 3 die zitten nog op een plek. Nee, niet. Nee, want aan de andere kant zit ook er 5 of 6. Een vijzel. Ja, er zit ook een vijzel. En binnen toe. Ja, die loopt inderdaad konisch. Mooi, hè? Zo was het oorspronkelijk ook. Ja, want het heeft ook voor het afwaad. Bij de held Joosje maar niet. Bij de held was hij oorspronkelijk ook konisch. Maar die hebben ze toen afgebroken. Dat is natuurlijk helemaal van zijn fundering geweest. Ja. En toen hebben ze hem gewoon recht. Ja, want er zit een laag recht dan hebben ze hem opgemaakt. Maar dit loopt konisch. Dit is iets konisch. Dus heb je ringmuur, kruivloer. Ja.
dan krijg je je rollen met je rollenkarren. Daaroverheen komt de oevering. En de oevering hier wordt dus helemaal gerestaureerd en gedeeltelijk vernieuwd. En op die oevering, daar steunen dan de kotbalken en de sleutelbalken. En ongeveer 20% van het gewicht, ongeveer hoor, van de hele molen steunt op de rollen. Want hij staat natuurlijk altijd een beetje te schommelen, de molen. Ja. En het grootste gedeelte van het gewicht steunt op de koning, in het midden. Ja, ja, want je ziet hem nu helemaal rondlopen. Dus in feite net als bij een standaardmolen, waarbij de hele kast in feite hangt om die standaard. En zo is dat hier in feite, dat het hele spul dus op die koning steunt. Ja. En Martin, wat is dat stalen ding wat daar zit? Dat is krabbelrad. Nee, op de koning. Dat is een stalen slof. Die zit bevestigd aan de koning. Ja. En dan kan je dus de koning iets mee opvijzelen. Dus als je daar een oliepomp onder zet. Oh, vandaar dat het zo steun zo'n wicht zit. Dus dan kan je dus er, onder het oor wat er zit. Ja. Dus oh, dat noemen ze een oor. Een oliepomp zetten en dan kan je dus iets opdrukken. En dan kan je dus dit plankje wat eronder zit, kan je vervangen door een iets dikker plankje. Ah, oké. Okay. En dan vijzel je de molen iets omhoog, zodat hij iets vrijer van zijn rollen komt te staan. Op die manier. Want alles hangt natuurlijk, die hele kast en alles hangt op die koningsstijl. Ja. En dat zakt natuurlijk door de loop der jaren, zakt het altijd iets uit. En dan moet hij om de zoveel tijd iets opgezet worden. Maar dit is niet origineel, want dit is gelast. Dit is gelast. Vroeger waren dat grote wiggen. Oh, vroeger waren het wiggen. En jullie hebben er gewoon een stalen constructie. Ja, een stalen. Want het is wel heel sterk, want er zit stalen helemaal boven een versteviging op. Het is een stalen slof om op te drukken. Aan de andere kant zit er ook eentje. Ben je nou jarig? Ja, officieel jarig. Want vroeger werden die molens ook opgezet, zoals ze het noemen, omhoog. Dan gingen ze hem kruien en dan legden ze een wig voor de rollen. Dus voor elke rol kwam een wig te liggen. Ja. En dan werd die opgekruid. Want als je hier natuurlijk omhoog gaat kruien op een wig, dan duw je de hele molen in feite omhoog. Ja. Dan komt er bij de koning komt ruimte. Ja. En er zaten daar grote wiggen onder en die wiggen werden dan aangeslagen. Dit zijn de wiggen om hem. Dus die werden er vroeger ondergelegd zo. Zo ondergelegd. En dan lag er nog een dunnere wig hiervoor. Ja, ja. En dan werd die gebruikt om de molen op te kruien. Oh, dus je ging hem kruien en dan ging je vanzelf omhoog? Dan liep je dus omhoog. Dan duwde hij dus via de rollen, ging het hele zootje werd opgekruid. Zo. Het ging natuurlijk heel zwaar, dan moest je met een paar man wezen om er tegenop te kruien. Ja. Je moet ook de heuvel op. Dan, zoals deze dat vroeger. En dan kon je hem opvullen. En dan kon je hem opvullen. Dan kon je nu doen we het dus gewoon andersom. Nu pak je hem bij de koning. Ja? Bij de koning druk je met de oliepomp omhoog. Dan doe je er een nieuw houtje onder en dan heb je hem ook uitgevuld. Ja, ja, want hier zie je die houtje zitten. Want hier zie je die planken zie je zitten. Ja. Vul houten met van die plankjes erop. Maar oorspronkelijk was het dus, iedere paltrok had een set wiggen, zodat hij dus onder de stijlen werd hij opgekruid. En dan heb je daar de koning? Ja. Dan draait bij de molen. Ja. En daar hebben ze ook stalen beugels op gemaakt om hem op te krikken. Ja. Ik zie daar tenminste een grote wig liggen. Die hele dikke daar, dat is een wig. Mm-hmm. Om hem aan te slaan. En dat moest gewoon eens in de zoveel tijd gebeuren, omdat net wat ik zeg, het gewicht, alles hangt natuurlijk in die constructie. Ja, ja, ja. Op die koning. Het zakt. Dus dan moet er iets opkomen. Dus wat is dit? Dit is het schulpraam. Ja, en het andere? Dat zijn twee, het middenraam en het voorraam. Zoals het en het voorraam, dat is het grote raam. Het voorraam, dat is het brede. Ja. Daar werd in geschulpt en daar werd een stam in gezaagd. Okay. Het middenraam werd alleen stammen in gezaagd. Of balken, zeg maar. Ja. En het schulpraam hier aan de achterkant, daar werden dus de planken gekantrecht. Okay. Ja, want een wagenschotzager had maar twee ramen, hè? Een wagenschotzager en dan hadden ze evengoed nog een krukas met drie krukken. Drie slagen, maar er hing er gewoon een contragewicht aan die derde kruk. Precies. Zodat natuurlijk de boel wel met elkaar in balans is. Ja, want een krukas met drie. Want je moet ook een drieslag hebben, want dan is het een constant, in balans. Precies in balans. Precies. En dan hadden ze een contragewicht. Had het een speciale naam? Pompraam. Een pompraam heet dat. Een pompraam.
maar het is een plaatje, hè? Het wordt ook weer een plaatje. Ja, zeker weten. Kijk, de rollen zijn van kunststof. Ja. Oorspronkelijk waren die altijd van hout gemaakt. Ja, want die liggen daar ook nog, in de schuur. Ja. Maar door de weersinvloed, zon, regen, wat er toch opkomt op een gegeven moment, braken ze heel snel. En toen hebben we besloten om er kunststofrollen van te maken. Ja. A, is dit veel duurzamer en het is natuurlijk ook veiliger. Want als zo'n rol breekt, kan je meteen niet meer kruien, want die barst en die molen, je kan hem niet meer verkruien dan. Nee, en dan kun je hem ook niet meer naar de rolsluis brengen om die rol te vervangen. Nee, dan kom je er niet meer bij. Dus dan moet je hem er met de bijtel, moet je hem eruit bijtelen. Ja. En dat is niet erg. Maar als je in een bui zit en je moet plotseling kruien, dan is het natuurlijk een risico. Ja. Dus daarom hebben we op een gegeven moment gezegd, vaak omdat je hier ook maar met één molenaar bent, dus niet met een hele groep mensen, maar met één man, is dit gewoon ook voor de veiligheid, hebben we gezegd, van dan doen we dit. Ja, want die rollensluis die is er ook pas later ingekomen, hè? Want normaal gesproken zat hier altijd een soort man. Ja, of hier zat een uitspaar een keer ergens. Ja, ronding bij die overing en dan kon je hem eruit halen. Ja. Hier zie je het verschil. En hier kun je ook zien dat het houten rollen zijn. Maar als je hem dus die rollen wil vernieuwen, via die sluis, moet je hem dus twee keer in de ronde draaien. Twee keer in de ronde? Twee keer, want als je één keer in de ronde, dan is de rolring, heb je een halve slag gemaakt. En dan moet je dus nog een keer en dan heb je hem dus volledig in de ronde gedraaid. Wat een werk. Maar ja, dat hoeft nou niet meer, want... Nee, het hoeft niet. Deze blijven goed. Dit blijft goed. Nou Martin, we zijn weer behoorlijk op de hoogte. Nee? Ja. En past die, erin? Doorheen, die rol. Die rol is sluis. Wacht even hoor, echt. Yes! Daar rolt de machine. Hoe heet het? Snoeken? Net snoeken. Dus het is een aardige klus. En zo kun je ook zien wat een grote stukken hout het allemaal zijn. Waar is hij? En zwaar. Ja. Wat er ook verder gaat gebeuren, komt er een nieuwe vloer overheen. Oh, er komt een hele nieuwe vloer ook. Dus dat is natuurlijk voor de afvoer van het zaagsel. Ja. Want dat valt dan gewoon op die kotvloer en dat kan dan naar buiten getrokken. Die zaagseluiken die eraan zitten, dat noemen we zaagseluiken. Die zijn hier? Die hangen hier. Die worden ook vernieuwd. De zaagseluiken. Want het is hier van vrij zwaar hout. Zie je, het is bijna duimshout. Ja. Nou, duims is het niet, maar het scheelt niet veel. En dat wordt lichter hout, want je moet die luiken natuurlijk makkelijk open en dicht kunnen zetten. Ja. Als zo'n palter ook in werking was, dan stonden ze gewoon constant open, want het zaagsel moest er zo uitgehaald kunnen worden. Ja. Maar die worden dus ook vernieuwd. Ja. Ja, en die vloer zie ik dat die ingelaten zit in die sleutelbalk. Die loopt daar natuurlijk tegenaan. Ja, daar zit de sponning in, dat bedoel ik. En in die sponning komt die te liggen. En dan loopt het hier overheen. Ja, dat gaat hier overheen, want het loopt hier door. Komt zo naar buiten, steekt het een stukje over. Ja, dit is de kotvloer. En je hebt dit makkelijker. Met zo'n oliepomp is het. Is het wel makkelijker. Ja. Maar dit was de vroeger deed. Ja, we gaan er overal weer oplossingen voor. Ja, precies. Maar je kunt het nou allemaal prachtig zien, hè? Hier ook. Krabbelwerk ook allemaal. Ja. Er zitten er twee in, hè? Twee, want we hebben twee sleeën. Een middenslee. Ja. Die is dus voor de middenraam. En die neemt gelijk via zijn zo'n opduwer, neemt hij dus de planken van het schulpraam mee. En hier heb je, bij het voorraam ligt ook een slee. Ja. Er zitten twee sleeën in. Ja, want ik zie daar het... Om een slee mee te nemen. Een tandheugel. Dat is een tandheugel. Je hebt een tandbeugel. Nee, dit is een tandheugel. En dit is een tandheugel. En die tandheugel die is een lange stalen strip. 6 centimeter hoog, zeg maar. Waar allemaal tanden in uit zijn gespaard. Ja. En die tanden die grijpen in een klein ronsel. Een ijzeren ronsel. Ja. En dat ronsel zit op een as. En wordt weer aangedreven door het krabbelrad. Het krabbelrad wordt aangedreven door het zaagraam, door het op en neer gaan van het zaagraam met een haalarm. Iedere keer een slag. 2 mm trekt hij dan het wiel om. En dan via het ronseltje en die tandheugel wordt dan iedere keer die slee een klein stukje naar voren getrokken. En hoe sneller de molen draait, dan gaat automatisch dat krabbelrad sneller en gaat ook de voortgang sneller.
Dus dat is helemaal aan elkaar gekoppeld. En waarvoor zit dat, dat touw daarom? Dat is alleen deze paldrok heeft dat. Dat is om de slee weer terug te doen. Want die zit... Maar de slee gaat dus vooruit de zagen door via de, het krabbelrad. Ja. En vroeger had je ook een krabbelrad om hem weer terug te doen. Want die slee moet natuurlijk weer terug ja, nadat hij is gezaagd. En hier gaat het met een vloeiende beweging met een snaarmechanisme. Ja, dat zie ik. Dus dat en, maar dat zit er op eentje maar, en niet op die. Dat dus zit op allebei. Dat zit op allebei. Oh, ik zit hem hier. Hij draait voor de loos en dan zit er een koppeling, net zoals een keerkoppeling op een boot, met zo'n hendel. Ja? Je zet hem of naar de linkerslee of naar de rechterslee en dan kan je woep. Dus je kan hem overzetten? Ja. Dus hij, net, want ik zie daar die koppeling zitten hier, denk ik. Dat daarop. Ja, die koppeling zit daartussen. Dat kan je moeilijk zien. Ja, maar is dat... Ja, dat is de hendel van de koppeling. Ja, precies. Dat is die stalen... En die kun je hem dan overzetten en dan geldt hij voor deze slee. Ja, dus hij draait voor de loos mee. Altijd draait het ding in de ronde. Ja. En dan trek je aan de hendel. Dan zet je hem in zijn werk of naar deze slee. Of je zet hem in zijn werk naar de andere slee. Oké. Okay. Maar dat is dus een latere uitvinding geweest. Precies, maar dat heb alleen met deze molen. Alleen deze paldrok heb dat, ja. Dus de eenhoorn niet, de Held Jozua niet. Nee, het jonge schaap heb het ook niet. Want dan moeten ze de slee ook terugtrekken met een... Met een krabbelwerk. Ja. Wel apart.